demonstreren tegen de bezuiniging op onderwijs van Rutte en zijn kabinet. Ja, je hebt de halve heffing waarbij langstudeerders gepakt worden. Maar eigenlijk is het gewoon de bedoeling van het kabinet om enorm te gaan bezuinigen op onderwijs. Terwijl ze hadden gezegd dat dit een kenniseconomie zou moeten worden. En dat is natuurlijk bullshit in beleid. Daar is nu men heel hard tegen aan het demonstreren. Want als je het onderwijs aanpakt in de maatschappij, dan haal je eigenlijk een van de belangrijkste fundamenten van de maatschappij weg. Dat verzwak je. En dan worden mensen ook makkelijk beïnvloedbaar. Misschien is dat wel gewoon de reden waarom ze dat doen. Maar het is in ieder geval een hele slechte zaak. En het is maar goed dat daar hard tegen wordt gedemonstreerd. Ik hoop op nog veel meer demonstraties komende tijd. Dag beste mensen, heel goed dat jullie er zijn. Protesteren werkt. En zeker als we doorgaan, als dit de aanloop is naar veel meer protest, lijkt me heel goed. Eén ding wat nog heel erg mist in het debat is efficiëntie denken, rendementsmaatregelen. Wat gebeurt er straks als die bezuiniging doorgaat? Dan wordt de druk op universiteiten nog groter om mensen zo snel mogelijk door hun studie heen te jagen. Dat is een uitholling van onze studies. We hebben bijvoorbeeld hier een structuurverandering op de UvA gezien, de 884-maatregel. Er is geen tijd meer voor reflectie, voor kritisch debat, voor diepgaande kennis. Ook daar moeten wij tegen in verweer komen. Als het college... Zolang de universiteit aan onze kant staat, met de universiteit optrekken. Maar zodra hier maatregelen worden genomen die onze studies aantasten, komen wij weer in verweer. Laatst stonden hier 400 studenten. Die waren boos omdat ze hadden gehoord dat hun werkgroepen niet doorgingen. Dat moeten we doen. We moeten het bestuur kritisch volgen. Doe dat. Blijf actief. Lees de folia. Denk na over wat er op de universiteit gebeurt. En zet je daarvoor in. Want studenten kunnen invloed uitoefenen als ze met velen zijn. En we gaan door. De afgelopen weken zijn tienduizenden studenten de straat op gegaan om te protesteren tegen de bezuinigingen op het onderwijs. Tienduizenden studenten die eisen dat die plannen van tafel gaan.
En een tijdje geleden op het Malieveld hebben we met z'n allen duidelijk gemaakt wat wij van het kabinet willen. We willen dat het kabinet keihard oprukt. Als jullie dachten dat Mark Rutte en Halbe Zijlstra luisteren naar goede argumenten of geluiden uit de samenleving, dan heb je het goed mis. Want na al die protesten en een negatief advies van de Raad van State voeren ze die plannen gewoon door. Ze hebben één ding veranderd. Wat hebben ze nou veranderd? In plaats van een studieboete voor de universiteit waar de langstudeerden studeren, krijgen gewoon alle universiteiten een boete. En voor zover Mark Rutte nog een masker op had, is het definitief gevallen. Dit kabinet gaat het helemaal niet om de langstudeerders, beste mensen. Dit kabinet wil gewoon keihard bezuinigen op het onderwijs, op ons. Studenten moeten hier de crisis betalen, zodat miljonairs nog subsidie kunnen krijgen voor hun villa's. Dat is het echte gezicht van het kabinet. Nu lees je in alle media. Het is akelig stil rondom kenniscrisis. Kenniscrisis horen wij niks van. Maar wat moeten we dan doen? Terug in ons hok? Nee! Moeten wij graag achter onze computer gaan zitten en meedoen aan het lelijke pixelprotest? Nee! Of moeten wij misschien gezellig bij Halbe Zijlstra aan tafel gaan zitten om nog een keer lief in de ogen te kijken en zeggen alsjeblieft? Wij moeten blijven de straat op gaan. Als wij het Malieveld vol kunnen krijgen, dan kunnen wij met een beetje goede wil het plein ook vol krijgen. Het museumplein ook. Dat moeten wij doen. In Egypte laten ze nu zien dat als je de straat op gaat en samen een vuist maakt, dat je macht kan organiseren. Stoppen. Wij moeten nu doorgaan met keihard actie voeren. En wij stoppen niet tot die schandalige plannen van tafel staan. Halbe, maak je borst maar nat! Actie! Ik denk dat de strijd van het hele land op allerlei gebieden gaat worden gevochten. Onderwijs is een belangrijke. Cultuur, er was ook een enorme demonstratie tegen onlangs, tegen de bezuiniging op cultuur. Dit kabinet is zo hard aan het bezuinigen op alle verkeerde plekken, dat ik denk dat er steeds meer mensen zullen opstaan in demonstraties en zullen laten weten dat ze dit niet pikken. En uiteindelijk zal de regering daarvan de consequenties moeten trekken. Het is ook heel goed om gewoon veel kleine demonstraties te hebben. Ik denk dat het misschien wel meer effectief is als er gewoon heel veel verschillende kleine demonstraties zijn. Dat elke keer weer de regering en de mensen eromheen wordt laten zien van, we zijn het er niet mee eens. In plaats van dat er bijvoorbeeld één keer per half jaar een hele grote is. Nou, als de regering zo doorgaat, dan zullen ze vanzelf weer eenheid in het volk creëren die zich opstelt tegen de regering. En je ziet vaak dat mensen pas een eenheid gaan vormen als ze ergens tegen willen kunnen vechten. Nou, als wij, deze regering is een geweldig object om tegen te vechten, dus ik denk dat de regering zelf veel meer eenheid tegen zich in het pantser creëert op deze manier. Onbedoeld uiteraard. 100.000 gulden van deze geld. 100.000 gulden. Dus misschien moeten we dat ook maar weer eens een keertje gaan doen. Een zitting, een bezetting of iets anders radicaals. Maar daar hebben we ook mensen voor nodig. Hier in Amsterdam met 30-tal studenten bouwen wij een protest en een ongebouw aan 21 januari. Daar hebben wij meer mensen voor nodig. We zijn niet gebonden aan een bepaalde ideologie. Er zitten verschillende mensen van verschillende partijen hier, maar dat doet er niet. We zijn allemaal studenten. Ieder zijn input wordt gewaardeerd en ieder kan zijn steentje bijdragen op die of gene wijze. Niks moet.
En ik wil dan ook iedereen oproepen om dit te organiseren. Samen kunnen wij deze bezuinigingen verslaan. Verdeeld zullen we ze moeten ondergaan.